Okie dokie. Mijn naam is... Hey! Wat is dit? Stil, ik wil dat je stil. Daar zijn we weer! Hallo! Welkom bij de Scovillains! Oké. Oh, ik hoor je. Gaat dat weer dan altijd? Wat? Zo schreeuwen? Ik weet niet wat jij zei, ik hoor je niet. Wat? Dat is Dennis. En dat is DJ, die normaal achter de camera staat en een duimpje omhoog doet. Want ja, na de laatste video kregen we zoveel toffe reacties dat ik er ook in was. Dat we eindelijk besloten hebben dat ik er maar gewoon vaker in. Ja. Toch? Ja. Maar ja, we zitten nog steeds in de corona crisis. Dus Dennis heeft dit gemaakt. Van plastiek. Plastijk. Ik vind het heel top. Sowieso, mocht je nog niet hebben ingeschreven op ons YouTube kanaal, dan kan dat hieronder. Daar, ja. Volg mij. En sowieso, like geven op Facebook. Kijk onze korte filmpjes op TikTok. Instagram. Ja, wat is daarmee? Dat is leuk. Oké. Welkom. Ja, welkom. We gaan vandaag een challenge doen. En jullie hebben allemaal gestemd via Instagram en Facebook. Er zijn een aantal challenges die wij hier hebben liggen. En we vonden na een aantal pepersausen en sambals tijd voor een challenge. Voor de gelegenheid wil ik nog even zeggen dat we deze ontzettend gave polo's hebben. Ja? Ja? Zijn verkrijgbaar bij ons. Ja. Moet je even een appje sturen, want we hebben nog geen webshop. De stemmen zijn geteld. Merry Crimes. En ik vind het niet leuk. Het was alle drie niet zo leuk voor mij, denk ik. Ja. Maar deze vind ik echt niet leuk. Dennis weet de uitslag nog niet. Want ik doe het de social media dingetje bijhouden. Maar ik heb hem zeg maar wel ingepakt. Want zoals elke aflevering geef ik Dennis een heel mooi cadeautje. Die hij normaal gesproken moet nuttigen. Iets heel pittigs of heel heet. En nu gaan we het samen doen. Ik ben zo dus benieuwd. Ik heb het al huilend ingepakt. Dat mogen jullie best weten. Dennis. Oeh. Alsjeblieft. Wat mooi ingepakt trouwens. Nou, super graag gedaan. Echt, ja. Wat hebben jullie gekozen, lieve kijkbuiskinderen? Het is Bamboozled! Bamboozled is van de Jelly Belly Company. Shout out, Jelly Belly. Ik dacht altijd dat het Jelly Bean stond. Ik denk velen met mij. Het zijn 5 verschillende Jelly Beans. Het begint bij de... Ik weet niet of je het kan zien. Ik ga hem gewoon... Ik denk het niet. Ik ga het toch proberen. Ik haal hem even zo. Het begint bij het Sriracha. Vervolgens de jalapeno, nou ja, 2500 tot 8000 Scoville units. Dan cayenne, vanaf of gemiddeld 8000 geloof ik. Dan heb je de habanero tussen de 100.000 en 350.000 Scoville units. En als laatste de Carolina Reaper, die ik vers ga eten bij 100 abonnees op ons YouTube kanaal. Maar Dennis heeft attributen, zoals je kunt zien. Dennis die gaat namelijk de jellybeans pakken met zijn stokjes. Ja. En Dennis zal de enige zijn die aan het rad draait. Ja. Ja? Dus het is allemaal corona-proof en zo. Dit zijn ze. De jellybeans. En dit is het kleine ratje. Sriracha. Ik snap hem. Ja? Ik weet niet of je het kunt zien, maar... Tja! Het is helemaal niet leuk. Jij begint. Ach, yes! Jalapeno. Jalapeno. Nou, dan heb je een mazzel. Succes, DJ. Ik ben heel erg benieuwd ook hoe ze smaken. Ja. Pittig? Nee, het is gewoon vies denk ik, of niet? Is het pittig? Waar valt mee? Ja? In eerste instantie denk je... Ja, het wordt ineens heel snel pittig. De smaak is wel gewoon jalapeno eigenlijk. Deze challenge kan je trouwens bestellen bij onze vrienden van Heat Supply. Heat Supply. Oké. Hoe is die? Hij begon wel heftig en daarna niet meer. Nu is hij alweer bijna weg. Dus dit is eigenlijk prima te doen. Qua, als ik hem moet reten, pittigheid, anderhalf denk ik. Smaak, ik vind hem voor een jellybean dan wel prima. Het is een 7 of zo denk ik. Een zweet is een 0, min 1. Als je van jalapeno smakende jellybeans houdt. Ja. Dennis is... Go Reaper, go!
De shirt, ja. Ook voor Dennis. Ik vind wel, ik heb echt, ik kijk niet uit naar die Reaper, want ik schrok al een beetje van die jalapeno. Smaakt heel erg naar sriracha. Ja, maar er zit ook een hele muffe smaak in. Achteraan. Ik vind wel meevallen. Eigenlijk is het ook wel redelijk pittig hoor. Smaak. Ah, smaak gewoon naar sriracha. Als je van sriracha houdt, zoals TJ, dan is het een 10. Of 9, hij vindt het een beetje muf. Maar... pittigheid. Ik ben echt wel wat gewend. Maar ik geef hem toch een 2. Ja, vind ik goed. Ben ik het wel mee eens. Ja. Ben ik weer, ben jij weer, hè? Ja, superleuk dit. Ik heb echt zin. Ja? Nou. Komt-ie, doe hè? Maar. Oeh, pittig. De habanero. Oh, leuk. Er zat er nog één tussen, de cayenne. Dennis heeft trouwens in een eerder filmpje de habanero peper al gegeten. Dat filmpje kan je, volgens mij als je hierboven klikt, kan je die even terugkijken. Dat is de moeite waard, vond ik zelf. Habanero zit tussen de 100.000 en de 350.000 SHU. Scoville Heat Units. Er staat trouwens geen officiële rating op het doosje volgens mij. Eigenlijk hebben we niet goed gekeken. Je hebt een beetje tranenogen. Ik heb toen de habanero peper ook een stukje gegeten. Ja, dat klopt. Heb ik, en die was wel... jullie hebben dat niet gezien, maar ik heb dat zelf gezien. Maar die was wel een stuk, die is wel een stuk pittiger. Dus je merkt wel, hij verliest wel wat pit. En het is met die minst, ze beginnen heel hard en daarna vlakt hij af. Ja, ik schrok wel een beetje. Hij ging wel echt hard, ja. Maar hij ging wel zo. Nou, dan maak jij weer. Oh. Echt leuk. Dat is goed. Caroline Reaper, ik was iets begonnen, maar weet niet toen ik verder moest. Dus Dennis mag de Caroline Reaper gaan proeven. Maar dan 5. Nee. Oké. Okay. 5. Caroline Reaper. Dus dat is goed. Anders kijk ik gewoon omhoog. Ja. Maar snap je wat ik bedoel? Hij begint heel heftig ineens. Het is echt ineens vol. Jij snapt niet wat ik bedoel. Want jij hebt nog geen Caroline Reaper gehad. Oké, deze zijn... echt heel pittig. Ja? En? Ik moet een beetje bijkomen. Hoe is de smaak? Want jij hebt de Caroline Reaper gegeten. Is het een beetje... ja, hij smaakt echt naar de Caroline Reaper. Mijn mond begint een beetje slijm te vormen. Ik wilde het niet. Barilla? Mijn mond staat nog steeds wel redelijk in de fik. Dus ik hoop dat jij hem hierna krijgt. Leuk. En de smaak? Smaak echt naar Caroline Reaper. De pittigheid. Ja, ik moet hem toch wel echt een... 7 keer, denk ik. Nou, ik geloof dat. Voor Dennis een 7 is een voor 7, jou een 31. Ja, het is kortstondig. Zeg maar, gemiddeld. En zweet, ja, ik begin nu... ja, het begint. Het begint. Dus een 2. Oh, gelukkig, ik mag weer. Ik heb nog de, wat heb ik nog? De Reaper en de... Cayenne. De Caroline! Ja, ik doe wel een stapje erbij. Heftig! Gaan we deze binnenkort ergens op een verjaardag neerleggen? Ja. Bamza. Nu gaan we lachen. Wat vind je ervan, TJ? Is die lekker pit? Zo. Zo, dat was het! Tong doet pijn. Dus kijk, je hebt mijn hele mond. Zo. Dit is echt niet leuk. Ik heb ook zweet gehad. Oh, nee, niet altijd. Nee, nu echt. Je hebt ook, ik zie zweet op je hoofd. Het gaat open. Nee, dit is wel heftig. Ik heb ook hoofdpijn meteen. Is dat normaal? Hoe kom
Ja, weet ik veel. Misschien heb ik het niet goed gedaan of zo. Wat ik jammer vind, is het gaat snel weg. Het gaat echt snel weg. Oké. Ik heb er 5 gehaald. Dus ik vind het qua smaak, ja, in ieder geval een 7. 7,5. Vind ik smaak. Voor smaak, ja. Okay. Qua pittigheid, ja. Ik geef hem ook een 7,5, maar dat is mijn beoordeling. Ik hou al wat meer van pittig eten dan de gemiddelde. Niet zoveel als hij. Zweet, wel 4. 4,5. Dat is echt mijn persoonlijke beleving. Cayenne! Cayenne! Oeh! Ik wilde er 2 pakken, man. Ik zag het, ja. Dat ging niet zo goed, hè? Van je bord afschrijven. Daar gaan ze. Zeg maar dag, Jelly Beans. Gadverdamme. Ja, dat was niet lekker. Het blijft wel veel tussen je tanden plakken. Ja. Hij lijkt minder pittig dan de jalapeno en de sriracha. De pittigheid, maar dat kan dus zeg maar komen dat ik net de brief heb gehad. Geef ik maar 1,5. Qua smaak, ik denk dat ik gewoon niet weet hoe cayenne hoort te smaken. Ik vind hem niet lekker. Sorry. Ik vind hem gewoon echt, hij is zoetig. Zweet? Nee. Oké. Okay. Zweet, nee. Ja, leuke challenge. Zeker de moeite waard om een keer met je vriend of vijand te spelen. Extremely hot. Well, Jelly Bean Company, dat valt wel mee. Hij is wel pittig, maar... Nee, ik sluit me daar even aan. Hij is heel goed te doen. Ja, die Reaper, daar schrik je even van. Maar het voordeel wel, ten opzichte van een saus of een echte peper, is... Het is heel snel weg. Veel smaken heel goed. Cayenne vonden we allebei echt niet lekker, volgens mij. Nee. Dus het is leuk. Wij kunnen vrij goed tegen heet eten. Ik kan me hier niet de hele avond mee vermaken. Ik heb een leuk idee. Waarom? Om hem af te sluiten, even 5 in onze mond te doen. Namelijk 1 van alle smaken tegelijk. Gadverdamme. Weet je niet. Goed idee. Dankjewel. Cinco de Mayo. Dat is 5 mei. Een soort stoplicht. Voor... proost. Ja, op de gezondheid. Ik wilde zo. Kom maar. Jellybeans. Als je er een aantal combineert, kan je smaak maken, toch? Smaak creëren. Dat is niet gelukt. Ik denk dat als je je tong in een vulkaan steekt, dan proef je dit. Ik kan het niet aanraden. Ik wel. Ja? Ja. Zo proef je die smerige cayenne namelijk niet. Nee. Nee? Nou. Hadden we ook niet hoeven doen. Doe het zelf. Doe maar voor jullie. Doe het gewoon zelf. Nee, maar serieus. Wat is het? Doe gewoon zelf. Doe het zelf. Ja. Bestel die Bamboozled Flaming 5. Ga het zelf proberen. Laat ons weten wat je vond. Stuur ons een filmpje. Zo, dat is echt heel leuk. Dat zouden we echt heel tof vinden. Wat kostte die nou? 14,95. Ja? Nee, weet ik niet. Dus, dit was onze review van de... Bamboozled Flaming 5 Challenge van de Jelly Belly Company. Oh. Hey, bedankt voor het kijken. Dit was de Bamboozled Jelly Bean Flaming 5 Challenge. Zo, in één keer. Helemaal heb ik al gezegd. Vergeet niet, als je deze content leuk vindt, of ons kent, of een combinatie van erbij. Hieronder, daaronder het filmpje te subscriben. Vinden we dat leuk? Daaronder, hè? Ja. En waar kunnen we ons op volgen nog, Dennis? Oh, op Facebook. Ja, volgen op Facebook. Likes geven op Facebook. Onze verhalen sowieso checken op Instagram. Instagram. En natuurlijk, heel kort filmpjes op TikTok. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Stay spicy. Hoi.